be or not to be? Een simpele vraag met een gedetailleerd antwoord. Als jonge gast droomde ik van de grootste podia, de wereld als een schouwtoneel. Amsterdam, Madrid, Londen en Doha. Maar slechts één plek waar ik niet hoef te acteren. Antwerpen. Mijn stad. Ik kwam thuis bij Rood en Wit, met een vurige ambitie. Den Bosuil als het grootste toneel. Prijzen, hè? Toch? Wat was ik gekomen, prijzen. 2023 kon hij mooi geschreven worden. Een onwaarschijnlijk scenario. Een beker op ons kas en mee aan kop in eerste klas. In een paar seconden van figurant naar protagonist. Millimeters. Tussen epos en tragedie. En dat allemaal in minuut 93-3-3. In de Supercup stonden ons mannetjes pal en dat was er nog het kampioenenbal. Voor zo'n jaar ben ik voetballer geworden. Voor zo'n jaar heb ik heel mijn leven gewerkt. 2023 was de ultieme bekroning. 2023, één en om nooit te vergeten.